Dion Beukenboom is zaterdag naar Mexico vertrokken om daar op 22 augustus een aanval te doen op het werelduurrecord baanwielrennen. Oftewel een uur lang zoveel mogelijk rondjes rijden op een wielerbaan. Afgelopen donderdag was Beukenbooms laatste training op Nederlandse bodem en dat was de grote generale repetitie. Voor het eerst ging hij de volledige recordpoging nabootsen en dat ging goed, maar toch ook weer niet. Oké, succes man! Beukenboom heeft verschillende soorten wielerpakken met verschillende soorten grip op het zitvlak. En hij koos voor de verkeerde zitvlakgrip, ook wel zeem genoemd, op het wielerpak. Wat ervoor zorgt dat je gewoon enorm veel druk op je zitvlak krijgt. En dat moet je een beetje voor je zien alsof je gaat zitten op een speldenkussen. En na 40 minuten brak dat me redelijk op. Ja. Wat het zegt is dat we heel veel geleerd hebben over voor welk pak we uiteindelijk gaan in Mexico. En dat de vermogens en de hartslagen die daarbij horen. En ook dus de aerodynamica, want de snelheid die fietsen, die was echt supergoed. Zo goed zelfs dat Beukenboom 40 minuten lang op werelduurrecordniveau reed. En dat op een laaglandbaan in Alkmaar. Hij zei meteen ook al, ik voelde me nog zo sterk na 40 minuten. En dit is niet de eerste test die we doen. En hij zei ook, in andere testen was ik al wat leger. Was ik al meer naar de kloten, zoals dat dan heet. En dat was nu niet zo. Ik had zeker het gevoel dat ik dat nog 10 minuten vol had kunnen houden. Dus daar zijn we er natuurlijk nog niet, maar die laatste 10 minuten die zijn niet te trainen. Ik bedoel, dat is gewoon een mentale kwestie waarbij je helemaal kapot gaat. Dus ergens vind ik het heel jammer dat ik niet tot aan die laatste 10 minuten kon komen en hier met een laaglandrecord naar Mexico kan afreizen. Dat vind ik heel erg jammer, maar omgekeerd ben ik heel erg tevreden over de 40 minuten die wel goed zijn gegaan. Verbetering van het record zit erin. Daar zijn we ooit mee begonnen. Toen wist ik van Dion kan dit een uur fietsen. En hij heeft qua aerodynamica heeft hij deze waardes. Toen zijn we heel vaak de windtunnel in geweest. Meerdere testen gedaan. Jaarlang voorbereiding op dit project. En nu is hij qua aerodynamica verder verbeterd. Dan liggen zijn vermogens hoger. Nu hebben we de perfecte juiste omstandigheden nodig in Mexico. Die kan je ook voor een deel zelf bepalen, zoals de temperatuur in de hal kan je bijvoorbeeld zelf bepalen. Met al die ingrediënten samen kan Dion gewoon het record straks verbreken van Wiggins. En dat record van Bradley Wiggins, die voormalig Olympisch kampioen en Tour de France winnaar is, staat op 54 kilometer en 526 meter. Waar hij nu ongeveer staat, zou hij zo tussen de 54,6 en 54,8 uitkomen. Dus dat is ongeveer een ronde verder. En die laatste 20 minuten zijn ook zo simpel dan op te lossen zoals je het eigenlijk net uitlegt. Ander pak klaar? Het andere pak is er al, dus dat scheelt. Ik denk eigenlijk wel dat het zo simpel kan zijn, ja.